Als het waait of het flink vriest buiten, kunnen jouw medewerkers niet werken, maar moet jij als werkgever uiteraard wel het loon doorbetalen. Gelukkig kan je van het UWV uiteraard een WW-uitkering terugkrijgen. Ik ben Plony Smit van Adviesbouwend Nederland en in deze video geef ik jou tips voor het invullen van de onwerkbaar weermelding. Tip 1. Het kopiëren van de gegevens. Het invullen van de gegevens van de werkzame personen is uiteraard een aardige klus. Door op de knop opslaan op het formulier te drukken, kan je de ingevulde gegevens opslaan. Door vervolgens dan de volgende dag op de knop openen te drukken, worden deze ingevulde gegevens weer opgehaald. Als je dan dus een melding wil doen voor dezelfde werkobjecten met dezelfde werkzame personen, hoef jij niet alle gegevens weer opnieuw in te vullen. En dit scheelt natuurlijk een hoop tijd. Tip 2. Het opslaan van de melding voor eigen administratie. In stap 6 van het meldingsformulier heb je de mogelijkheid om een PDF-document van de gedane melding te openen. Op dit PDF-document is de datum en het tijdstip van de gedane melding terug te vinden. Wij raden dus aan om dit document op te slaan, dat mocht dit nodig zijn, je richting het UWV kan bewijzen dat je de melding op tijd gedaan hebt. Het downloaden of het afdrukken van dit PDF-document is na het drukken op de knop afsluiten in het meldingsformulier niet meer mogelijk. Wil jij weten of het weer onwerkbaar is? Ga dan naar de website van Bouwend Nederland. Daar vind je het uitgebreide bouwweer.